Hallo allemaal en welkom bij alweer aflevering 12 van de serie. In aflevering 12 gaan we verder met ons 12 stappenplan en inmiddels zijn we aangekomen bij stap 9. Stap 9 houdt in het bouwen van permanent base. Zoals je kunt zien, onze 6x6 base die we hebben gebouwd is inmiddels aardig klein. We hebben wat ruimte tekort nu. Onze wivens zitten al boven op het dak en het dak is met twee wivens zo goed als vol. En ook binnenin hebben we eigenlijk met een paar dino's, twee flyers, een kikker en twee alfa's. Wat tables om te kunnen craften hebben we eigenlijk al te weinig ruimte om overal fatsoenlijk bij te kunnen komen. Vandaar dat we in deze stap onze base uit gaan breiden. En op een PvP server zou ik dit doen met een metal base. Vandaar dat we in de vorige aflevering heel veel metal en cementing paste hebben gefarmd. Maar aangezien ik zelf op een PvE server zit, heb ik eigenlijk weinig tegenstand te duchten, of eigenlijk geen tegenstand te duchten van andere spelers. En is een stenen base meer dan genoeg. Vergeet bij het maken van permanent base dus ook niet om een ruimte te maken, een kooi te maken voor je waterdieren. En dat is ook een van de redenen waarom ik op deze locatie een base heb gebouwd. Ik zit hier in het westen van de kaart. In de vorige afleveringen, volgens mij aflevering 1 meteen, zei ik dat ik hier naartoe ging omdat je veel resources had. Dus hout, steen, dat soort dingen allemaal. En relatief weinig gevaarlijke dino's. Dat was de hoofdreden. Nu blijkt er nog een tweede reden achter te zitten. Je hebt hier namelijk water en ook meteen redelijk diep water. Dus als we straks waterdino's gaan temen, dan hebben we hier een heel stuk waar we dus kunnen of temen of opslaan in een kooi. Vlak bij onze base. Dus vandaar dat ik de base hier heb gebouwd. In de vorige aflevering heb ik jullie laten zien hoe je een cementing paste farm op kunt zetten. Nou, die heeft inmiddels een tijdje gelopen. Alle slakken zitten helemaal vol. Ik heb ze al een paar keer gefarmd. Deze heb ik dus geregeld bijgehouden. En aan de hand daarvan heb ik al een mooie hoeveelheid op kunnen bouwen. Ik heb ze niet geleveld, want het heeft eigenlijk totaal geen nut. Het enige wat ik kan bedenken is dat je ze op held kunt levelen zodat ze iets moeilijker te killen zijn. Maar ze hebben hier nog steeds niks gehad wat in aan heeft gevallen. Dus ik laat het eerst mooi zo. Zoals ik al zei, we hebben aardig wat kunnen farmen de laatste tijd. De fortjes staan nog steeds 24 uur per dag te loeien, te branden. En dat heeft ons dit opgeleverd inmiddels. We hadden al wat cementing paste gemaakt in het begin. En de slakken hebben goed hun werk gedaan. Er zit nog meer, maar ik heb inmiddels een mooie voorraadje aan cementing paste. En het ijzer, heel veel ijzer heb ik. We zijn inmiddels in aflevering 9, dus de fortjes hebben al heel veel kunnen maken en ik heb amper iets gebruikt. Ik denk dat ik hier zo 150, misschien wel 200.000 metaal heb. En wat zal dit zijn? Ik denk 40, 50.000 cementing paste. Plus wat er nog in de slakken zit, dus we kunnen een tijdje vooruit. Deze stap houdt dus in dat we onze base, echt een permanent base, gaan bouwen die we ook niet meer gaan verplaatsen. Dat hebben we de hele serie niet gedaan, maar mocht je dat toch willen, dan kun je nu nog verplaatsen. Als je bijvoorbeeld niet aan het strand zat, kun je dat alsnog gaan doen, vanwege de reden die ik net noemde. En nogmaals, op een PvP server zal ik hem van metaal maken, omdat het gewoon veiliger is. Ik maak hem mooi van steen. Behalve de viskooi die ik ga maken. Ik wil straks ook alfa's wil ik gaan temen. Alfa vissen, bijvoorbeeld een alfa shark. En gezien alfa's geen probleem hebben om steen te kunnen slopen, moet je dit toch van metaal maken. Dus ik ga al mijn metaal en cementing paste gebruiken voor een metalen kooi in het water. Ik ga jullie deze stap niet helemaal stap voor stap laten zien. Dan ga ik jullie niet meer lastigvallen hoe ik mijn base ga uitbouwen. Ik ga gewoon, ik denk wel een paar uurtjes bezig, van ik ga hem redelijk groot maken. Met een omheining, een viskooi en een grotere base. En een paar verdiepingen erop. Ik ga jullie uiteraard het eindresultaat laten zien. En tijdens het bouwen, als er wat lastiger of belangrijke stappen zijn, ga ik die ook laten zien. Goed, ik ga aan het bouwen. Ik ben een paar uurtjes bezig. Ik film af en toe wat dingetjes. En het eindresultaat zullen jullie straks zien. En dan ben ik even kort weer. Ik ben inmiddels begonnen met het bouwen van mijn kooi voor mijn waterbeesten. Die ik nog niet heb, maar wel ga temen natuurlijk uiteindelijk. Ik heb overal aan de onderkant heb ik een metal foundation neergelegd. Dus gewoon op de grond. En ik gebruik de S Plus mod. Vandaar dat je echt ziet dat sommige delen gewoon in de grond zitten.
deze manier kan ik het echt perfect mooi recht uitlijnen. Ik heb hier al een heel stuk van een fans gebouwd, een hek. Dit is het gedeelte, hierachter ligt mijn basis. Daar mag niks komen. Dat is helemaal afgescherpt. En dit deel is aan de andere kant van het hek. Wat de kooi waar ik mijn getemde beesten ga bewaren als ik ze helemaal getemd heb. Dit moet je natuurlijk doen. Je moet een gate hebben zodat ze in en uit kunnen. Maar het water is hier zo diep dat als ik ook al bouw de grootste gate, deze Behemoth gate, Metal gate, dan nog steeds komt hij niet boven het water uit. Dat is wat ik daarop bedacht. Of ik zelf niet natuurlijk, maar zo bouwen veel mensen het. Ik heb hier de Metal Foundations heb ik neergelegd. En vervolgens heb ik ze twee hoog gemaakt waar nodig dat ik een vlak stuk krijg van volgens mij. Ik zal even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 naast elkaar moeten vlak zijn. Daarbovenop heb ik 10 metalen pillars gebouwd. Nou, zoals je ziet, hij steekt er een stuk uit. Dus dat zou ook minder kunnen zijn. Ik denk dat 6, 7 genoeg was geweest. 6 waarschijnlijk al wel. Bovenop die pillars heb ik weer 7 metal ceilings gebouwd. Dus 7 daken. En daarbovenop heb ik de gate gebouwd. En zoals je ziet past die perfect in de breedte. En dit stuk ga ik weer helemaal opvullen met metal railings. Zoals deze. Die kun je er helaas niet tussen bouwen. Dus ik ga ze zo voorbouwen. En op deze manier ga ik alles weer helemaal opvullen tot de hele kooi dicht is. Goed, ik ga er even mee verder en als ik weer iets heb wat ik jullie wil laten zien, kom ik weer bij jullie terug. Hallo allemaal, welkom weer terug. Ik wil jullie toch nog even getuige laten zijn van het allerlaatste stukje van de kooi voor de waterdieren die ik afmaak. Dit is dus de manier waarop ik deze kooi helemaal heb gemaakt. Of ga maken. Dan zijn ze bijna klaar, helemaal in het rond. Metal foundations op de grond. Zoals gezegd, ik gebruik de S-plus mod, dus vandaar dat hij soms in de grond kan steken, terwijl het bij een normale ark niet gaat lukken. Op sommige punten kun je dus gewoon dingen bouwen terwijl het bij een normale ark niet zou kunnen. Hier heb ik gebruik van gemaakt. En op die manier kun je dus mooie rechte lijnen trekken over de vloer van de zee, of over de bodem. Soms moet je af en toe een foundation op elkaar stapelen, maar als je het eenmaal hebt gedaan, dan kun je zo de metal railways kun je neerleggen. De metal railings. En die kun je dan zo op elkaar stapelen. Dus een aardig karweitje. Dus ik raad jullie aan om de kooi niet zo groot te maken. Dus hij kan een heel stuk kleiner als jullie het willen. En dit verbruikt echt heel veel ijzer en cementing paste. En ja, het is een behoorlijk karweitje zoals jullie zien. Het schiet niet echt op, het zijn maar hele kleine stukjes. En ja, op sommige punten moest ik het echt 50 op elkaar stapelen. Zo diep zit het in het water. Goed, het lijkt mooi en het is effectief en het is van metaal, dus zelfs een alfa zal hier niet doorheen komen. We zijn bij het allerlaatste stukje. Ik bouw het helemaal tot het randje. Dan is de kooi helemaal afgesloten. Dus hou nog even vol, de laatste paar rijen worden gelegd. En dan zal ik hier een rondje door de kooi laten zien. Laatste. Zorg dus voor dat hij iets boven het water uitsteekt. Zoals je ziet, het komt niet helemaal mooi uit overal. Het is niet overal gelijk hoog. Maar dit is toch een van de mooiste manieren om het te kunnen doen. Oké, ik heb dus de kooi helemaal af. Hij is klaar nu. Zoals je ziet, op sommige punten is het echt heel erg diep. Ik denk dat hier inderdaad wel 45, misschien 50 hoog is. Maar ja, het ziet er prachtig uit en het is effectief. En ik heb hier aan deze kant dus een gate, zodat mijn waterdieren erin en eruit kunnen. Verder heb ik hier nog, even zien, dit is het lage gedeelte. Een soort, nou ik noem het een veiligheidsscherm. Dit beschermt mijn basis, zodat de beesten, mochten hier wilde beesten in deze pen komen, dan kunnen ze niet bij mijn basis komen. Oké, ik zal hier even uitstappen. Zwemmen. Gaat door de gate. Niks gevaarlijks in de buurt gelukkig. Hier gaat nog veel steiler naar beneden. Zover gaan we niet bouwen.
Oké, wat heb ik de afgelopen 4,5 of 5 uur gebouwd? Dit. Kort gezegd. Ik heb mijn base helemaal uitgebreid. Ik heb hier in het veilige gedeelte, zoals ik net zie, achter het veiligheidsscherm. We zijn nu aan de andere kant van het veiligheidsscherm. Dit is het veilige gedeelte van de basis. Hier zou als het goed is dus geen wilde dino's kunnen komen. Ik heb hier wel twee gates gemaakt. Die automatisch openen vanwege de S Plus mod als ik in de buurt kom. En ook weer sluiten. Kun je instellen. Ik heb wat rems gemaakt. Van hout. Er komen hier toch geen dino's. Dus het hoeft niet al te stevig te zijn. En hout ziet er gewoon mooist uit, vind ik zelf. Waar je je rafts kunt aanleggen. Ik heb hier twee dokjes gemaakt waar ze kunnen aanleggen. Ongeveer plek voor 4, misschien 8. Leuninkjes gemaakt. En voor de rest hier in het midden heb ik een lange gemaakt. Deze moet ik straks nog iets uitbreiden net. Ik zie dat ik dat ben vergeten. Deze maak ik een heel klein stukje langer. En misschien ook nog wel deze kant op. En die kant op tot het eind. Zodat ik het eventueel ook als tamingkooi kan gebruiken. De eerste paar keer. Je kunt het water namelijk je compound bow. Deze goede bow met de poison arrows niet gebruiken. Vanaf de kant als je hier een haai of iets anders naartoe kan lokken. Dan kun je wel vanaf buiten het water schieten. En die pijlen gaan wel een stukje het water in. Dus zo kun je ze nog wel raken. In het water kun je dus niet mee schieten. Maar ook verder gebouwd. Ik heb een kasteelachtig iets gebouwd. Ik heb het geprobeerd een beetje leuk te maken. Hoewel dat niet het hoofddoel is natuurlijk. Het was een 6x6. Ik heb er nu een 14x14 van gemaakt. Althans, de buitenkant van de muren zijn 12x12. Nee, sorry, het is wel 14x14 en ik heb aan de buitenkanten ook nog 2 breed hout gemaakt. De vlonders dus, of dok, hoe je het wil noemen. Verder heb ik het land ook afgeschermd met ijzeren hekken. Ik doe dit meestal met Piermod gates van steen. Maar in dit geval heb ik zoveel cementing paste en metaal dat ik alles van metaal heb gemaakt. En ik had dus ook meer dan genoeg om ook de hekken hier helemaal rond te maken. Vind ik het toch iets mooier uitzien. Het sluit iets beter aan. Want als je de Behemoth Gates allemaal aan elkaar sluit, dan krijg je toch vaak van die gaten aan de onderkant van de poort op dit soort gedeeltes. En met de S Plus mod en de Metal Foundations heb je hier geen last meer van. Dus ik ben heel mooi rond geweest. Ik heb niet een heel groot gedeelte gedaan, maar toch een gedeelte, want ik wil aardig wat dino's gaan stallen straks. Helemaal rond. Ik heb een beetje een natuurlijke cliff gevolgd hier. En hier gaat het naar beneden. Vrij stijl. Terwijl niet te diep springen in één keer. Aan deze kant heb ik ook een gate gemaakt. Aan de andere kant, naar het noorden toe van het strand. Ik zou wel makkelijk weg kunnen met de landdieren. Gaat ook automatisch open en dicht. En ik heb onze cementing paste farm heb ik een beetje aangepast. Deze heb ik manual open en dicht gedaan. Het probleem was namelijk dat deze, de Prime Ashitina, de grote slak, die kon op een of andere manier over de railing heen komen van het kleine foundation die ik had gemaakt in het begin. Van 1 hoog. Toen heb ik hem 2 hoog gemaakt en daar kwam hij nog steeds overheen. Ik weet niet hoe die het deed, ik heb het ook nooit gezien hoe die het deed, maar hij ontsnapte mij telkens, dus ik heb hem aangepast. We zitten nu op een klein verhogingje met een hek en sindsdien is hij niet weer ontsnapt. En hij zal waarschijnlijk over helemaal vol zitten, zoals de rest. Die gaan we nu even niet gebruiken. We zijn wel even klaar voor vitaal. Maar onze farm loopt dus nog gewoon door zoals je ziet. Wat heb ik dan aan de binnenkant allemaal? Dat zal ik jullie laten zien. Deze is ook manual open en dicht. Ik heb hier op de benedenverdieping een grote hal gemaakt. 6 hoog. Hier wil ik straks ook grote dino's in kwijt. Maar voornamelijk grote apparaten zoals de Industrial Forge. En die is gewoon zoveel ruimte nodig omdat hij heel erg hoog is. De voortjes loeien nog steeds. Ik heb alles wat ik had, heb ik wat netter gemaakt. Beter gestald, wat ruimtelijker. Ik heb wat extra opslagruimte gemaakt. Ik ga er ook bordjes bij maken straks met wat erin zit. Om het te verduidelijken, dan ga ik het sorteren. Er komt er waarschijnlijk nog 2-3 rijen bij. Ik hou deze buitenkanten vrij voor de working stations. Deze kant net zo. En op die manier kun je een mooi rijtje leggen tot hier ongeveer. En dan is dit voor de dino's. Hier komt waarschijnlijk mijn Industrial Forge. En mochten we zo ver komen ook alle tech apparatuur die we straks gaan krijgen.
Eventueel omdat het een PvE-server is. Mochten we nog meer ruimte nodig zijn, dan gaan de dino's gewoon naar buiten. Daarvoor hebben we de omheining gemaakt. Ik heb hier in elke hoek heb ik een soort van toren gemaakt. Dat is ook meteen de manier om in de volgende verdieping te komen. Met een ronde trap, een wenteltrap. Gebruik de minste ruimte. Dit is de eerste verdieping. We kunnen drie kanten op. De eerste deur is gewoon over de, ik zal het borstwering noemen. Hier kom je bij een één brede gang. Buiten, op de eerste verdieping dus, met de kantelen. Ik heb er een soort van kantelen gemaakt. Over de leukheid. En de tweede, dat is deze. Eigenlijk hetzelfde idee, maar dan naar de andere kant op, naar de andere toren. Hier zie je bij de hoofdingang. En de derde, ga je de eerste verdieping binnen. Eigenlijk hetzelfde idee als de zaal hier beneden. Alleen maar twee hoog, of drie hoog, sorry. En hier kunnen we eventueel nog andere dingen maken of stallen. Hier kunnen geen dino's komen, omdat er geen ingangen zijn die groot genoeg zijn voor ze. En hier kun je eventueel een opslagruimte maken of andere kleine dingen stallen. Een bed bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Wat je wil. Gaan we terug. En alle torens zijn hetzelfde, dus als ik één toren laat zien, dan laat ik eigenlijk alle torens zien, alle vier. We gaan één verdieping hoger. En dit is het enige nadeel. Het is een beetje lastig om vanaf verdieping weer de trap op te komen. Ik ga eens kijken of ik hier nog iets aan kan doen straks. En we zijn een verdieping hoger. Deze had ik niet moeten plaatsen, zie ik. Of ik kan hier langs. En ja, het is een beetje omslachtig, maar ik ga het nog aanpassen. Goed, weer drie deuren. De eerste deur, eigenlijk hetzelfde idee. Je loopt langs de borstwering, alleen nu een verdieping hoger. Net stonden we daar. Nu hoger. En bij deze hetzelfde idee, maar dan aan de voorkant. Inmiddels zijn we op gelijke hoogte met de Behemoth Gate. Dus we zijn al 12 hoog. En hier gaan we de tweede verdieping in. En dat is het gebied. Of eigenlijk het vak van de vogels. Twee Pteranodons heb ik gestald. Misschien een automatisch gate heb ik hier gemaakt met een luik. Als ik in de buurt kom met een flyer, gaan ze open. En zo kun je makkelijk naar binnen en naar buiten. En hier passen nog redelijk grote vogels doorheen. Drie hoog, zodat er ook kwetsels doorheen kunnen. Althans, als het goed is. En dan gaan we nog weer een verdieping hoger. Dit is inderdaad niet heel handig. Ik ga toch eens kijken hoe ik dat kan aanpassen. Dan zijn we een verdieping hoger. En dan zijn we hier bovenop bij het luik. De hoogste verdieping. Althans van het hoofdgebouw. De torens zijn nog niet zo. Hier beneden staan de vogels. Ik denk niet dat we hier heel erg vaak komen. Goed, ik zal deze nog even weg moeten halen. Dankzij de S-plus mod kan ik hem gewoon weghalen en meteen weer ergens plaatsen zonder hem te slopen. Dit is... Oh, daar gaan we. Oké, dit is echt kut. Oké, de hoogste verdieping. We zitten in de toren, of een van de torens. Ik heb in elke toren heb ik een bed gemaakt. Dus we kunnen in korte tijd vier keer doodgaan en steeds terug spawnen hier. Alle torens zien hetzelfde uit. We hebben een uitzicht hier over de hele viskooi, waterkooi. Zoals je ziet, best groot. Ik heb er ook heel veel tijd aan besteed. Althans, ik vind 4,5 uur vind ik aardig lang. Persoonlijk zou ik hem dus, als ik jullie was, als tip, ik zou hem iets kleiner maken. Nou, als je deze kant kijkt, kijk je naar het zuiden. Hier heb je de gate. Eerst de gate voor de rafts. En hier de gate voor de water, of voor de landdieren. Hier kijk jij op de andere torens. En zo zie je van alle kanten wel iets. Goed, ik geloof dat we nu alles hebben gehad. Maar lijkt me dit een goed moment om het filmpje af te sluiten. Dit was aflevering 12 van de serie met stap 9 van mijn 12 stappenplan. Wat hebben we gedaan? We hebben onze permanente basis gemaakt. Dus basis waar we willen blijven. Onze hoofdbasis. Ik had ruimtegebrek, dus ik had het moeten doen. En straks ga ik nog veel meer dino's temen. Dus we lopen alvast een stapje vooruit.
met het uitbreiden van deze base. Ik had ook een kooi nodig, want straks gaan we ook waterdino's gaan we temen. Bijvoorbeeld een alpha shark, een alpha high. En ik had er geen ruimte voor met mijn vorige base, dus eigenlijk hebben we een paar vliegen in één klap te pakken. Goed, vond je deze video leuk, geef hem dan vooral een like, dat wordt gewaardeerd. En mocht je deze serie willen blijven volgen, subscribe je dan vooral op mijn kanaal. En je krijgt als eerste te horen wanneer er nieuwe filmpjes zijn. Graag tot de volgende aflevering.